Jeroen van Toernoot, nieuw bij FC Vender. Kan je je even heel kort voorstellen aan onze supporters? Ik ben een linksvoetige verdedigend ingestelde speler. Ik heb doorheen mijn carrière op verschillende posities al gespeeld, maar nu focus ik me vooral op de linksbak. En daar heb ik ook mijn grootste successen al tot nu toe gehaald. Ik heb onder andere bij Roeselaar en Westerlo. Ja, waar kreeg je eigenlijk je jeugdopleiding? Roeselaar. Bij Roeselaar heb ik mijn jeugdopleiding gehad. Daar dan doorgestroomd naar beloften in eerste ploeg. Toen zijn we gezakt naar tweede klasse. En dan na een half jaar in tweede klasse ben ik naar Westerlo gaan voor 3,5 jaar. En daarna terug naar Roeselaar. Ah ja, bij Westerlo ook in het eerste elftal gekomen? Ja. Twee jaar in eerste klasse. En dan de laatste twee jaar in tweede klasse. Waardoor we het laatste jaar kampioen gespeeld zijn. En vorig seizoen dan bij Roeselaar? Hè? Nee, vorig seizoen zat ik in Sint-Lois Winkel, een tweede amateur. Mede door een beetje moeilijk laatste half jaar bij Roeselaar. Een beetje gesukkeld met van alles en daardoor geen contractverlenging en dan een keuze gemaakt. Maar achteraf is dat de verkeerde keuze gebleken. Hoe ben je eigenlijk hier bij FC Dender terechtgekomen? Via een beetje. Ik had zelf wat gepusht om contact op te nemen. Mijn manager had dan contact opgenomen. En toen dat de nieuwe trainer Chris Janssens is gekomen, is het eigenlijk een beetje een stroomversnelling gekomen. Want hij kende me nog van in tweede klasse. Ik heb hem veel als bij de tegenstander als tweede trainer gehad. Dus, ja. Vandaag speelde je ook centraal in de verdediging, dus je bent nogal polyvalent. Inderdaad. Voor mij persoonlijk misschien voor mijn carrière een beetje een nadeel. Maar een trainer heeft dan natuurlijk wel graag dat er verschillende spelers op verschillende posities uit de voeten kunnen. En ja, waar dat een trainer me zet, ga ik altijd mijn best proberen te doen. Hoe verloopt de integratie hier met de ploeg? Heel goed. Vanaf de eerste moment een hele goede groep, heel open. Er zijn niet veel nieuwe spelers, maar die zijn allemaal heel goed ontvangen en ik voelde me direct thuis. Ja, dat is een voordeel. Je komt in een ploeg die al gerodeerd is. Een paar versterkingen erbij, waarbij jij er één van bent. We zagen vandaag een experimenteel elftal. Maar toch een genietbare wedstrijd. 7 goals. Ja, inderdaad. Ik denk dat we misschien iets te slap beginnen de eerste helft. En dat we ook wat moeite hadden met hun systeem en hun agressiviteit. Dan natuurlijk, ja, de tweede helft is iets heel anders. In principe, ja. Kun je wel een beetje spreken van een B-elftal bij hen ook. Zelfs misschien beloften. En ze spelen ook een heel ander systeem wat dat ons veel beter lag. Ik denk dat we de tweede helft getoond hebben dat we toch de hoesting hadden om te winnen. En als we misschien iets beter in de laatste 30 meter van het veld de bal spelen, kunnen we denk ik hier nog winnen, denk ik. Ja, hier kom je terecht bij een club die toch de top ambieert van eerste amateurliga. Dat is iets wat jou moet liggen. Inderdaad. Mijn ambities zijn ook zo hoog mogelijk eindigen. Daarvoor ben ik ook naar hier gekomen om de top te spelen in eerste amateur. En hopelijk kunnen we dit jaar zeker ja, die eindronde spelen. En wie weet, zit er misschien wel iets meer in nog. Dat zullen we dan nog zien. Zo. Daarmee weten onze supporters nu wie Jeroen van Toernoot is. We wensen jou heel veel succes bij onze sympathieke club. En tot weerzien zou ik zeggen, hè? Want je komt wellicht nog eens voor de microfoon dit seizoen. Hopelijk. Dank u wel. Dank u wel, Jeroen. Ja.